luxe appartementen en opgevrolijkt door steeds minder draaiorgels en opera uit de operamen. Bezig te verdwijnen dus eigenlijk. En daarom in beeld gebracht door Kees van der Wel, de Amsterdamse Jordaan. Want kijk naar de hemel, dan zie je het meteen. De zon schijnt voor niet cantatore, ma che dite parole d'amore, ma te dice stu mare per me. Jordane was, ja, ontzettend op opera. Ja, dat, een Jordane, zeer muzikaal gevoelig, die kon dat zeer goed opnemen. En dan werd daar gezongen met eigen gemaakte teksten natuurlijk. Hè, in het begin was het steenkool Italiaans van, nou ja, noem maar op, Paci Parore, weet ik veel wat allemaal, hè. En dan op plaats werd er ook een Nederlandse tekst opgemaakt, bijvoorbeeld Boheem. Wat zei je handjes koud, kom warm ze aan de mijne, weet je, dat soort dingen. En dan werd er gezongen en dan, als je nou heel mooi wilde doen, dan gingen ze. Dat deed mijn grootvader ook wel thuis, maar dan gingen ze in het café achter de deur van het toilet staan. En dan gingen ze daar staan zingen. En waarom gingen ze daar dan staan? Dan hielden ze zo dat velletje over die huig, dan hielden ze vast en dan zongen ze, ja, dan kregen ze mooi vibrato, hè. Opera heeft altijd geleefd in de Jordaan. Hoe dan? Nou, als je vroeger naar de jaren 30 gaat, en zondagsmorgen stonden de ramen open, en uit ieder raam klonk Caruso, Giulia, Tito Ruffo, Apollo Cranforte, Charles Scuderi, Luigi Ford, Leopoldo Soli. Dat hoor je door de hele Jordaan heen. Je had ook zondagsmiddags, had je bij ons dan in de buurt een, heet het, een orgel. Een handgedraaid orgel en er werden hele operas opgevoerd. Traviata, Rigoletto, Trovatore, noem maar op. En allemaal meezingen. En allemaal meezingen, ja. Nou, moet je luisteren. We gaan direct allemaal meezingen. We gaan een heel gezellige boel ervan maken. En ik denk wel, je hoeft de tekst niet te kunnen. Je mag la 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 ook zingen, maar het is heel, heel, heel makkelijk. Geef mij maar
De ruit weer vuil? Ja, hij is weer vuil, ja. Komt dat? Ja, er zijn mensen die maken smerig, hè? Die is met een hoofdje aan om te kijken op het raam, om te kijken wat er op de foto staat allemaal. En dan buk je met een hoofd tegen het raam aan en dan kijk je al die vette hoofden op het raam. En dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè? Dat zou Johnny niet gewild hebben. Nee, Johnny, dat is veel te belangrijk. Johnny is een heel belangrijk persoon. Heb je enig idee hoeveel platen hij in de afgelopen jaren verkocht heeft? Hè? Dat is gigantisch. Hoeveel dan? En over de miljoenen meer heeft hij verkocht als de Beatles en alle bekende sterren bij elkaar in Nederland al. Dat is gewoon de toppen. Maar het is gewoon de beste zanger aller tijden. En heel de wereld kraak in Amsterdam ben ik geboren, weet je. Of in de Willemstraat is mijn fatsoen. Iedereen kent het toch? Ik bedoel, dat is helemaal niks nieuws. Johnny Jordaan zong geen liedjes. Johnny Jordaan was het lied zelf. Was het lied zelf. Als John een liedje zong en hij stond daar, door bepaalde gebaartjes die hij alleen maar in de Jordaan heb kunnen leren, want die bestaan nergens anders. He, wist dat, daar kwam het over, hè. Daar kwam het over en dat was zo heerlijk om te zien. Geeft u eens een voorbeeld van een lied? Nou, ik zal een ander voorbeeld geven, hoe dit overkwam. Ik ben met Johnny Jordaan ook in Amerika geweest. Johnny Jordaan trouwt op in een zaal met 2000 Amerikanen. Die geen woord Nederlands spraken. Maar ook geen woord Nederlands. Johnny begint te zingen. Zingt bij ons in de Jordaan. En ging mij naar Amsterdam. Binnen 5 minuten de zaal plat. Maar ook plat. In gedachten schiep de Willemstraat. Nou, we bevinden ons in de Willemstraat, het hartje van de Jordaan, zoals men wel zegt. En, ja, hier is Johnny Jordaan geboren. Johnny Jordaan, we zien dat hij hier geboren is, maar dat is nou toevallig niet waar. U wel. Waar is dat ik hier geboren ben. En ik ben hier op school gegaan. En ja, dit was vroeger een straat zonder enkele auto. Het was echt een speelstraat. Je kon links en rechts kon je in de gang gaan. En niemand die in de weg liep. De Jordaan was in mijn jeugd, en nou ben ik in 1916 geboren, we zijn in 1930 verhuisd. Maar in die tijd heb ik nog meegemaakt dat op Koninginnedag de hele straat een zee van rood-wit-blauwe vlag en oranje wimpels was. Men was zeer oranje gezind hier. En er werd ook verteld dat de paarden van de koets van de koningin werden uitgespannen en men ging zelf de koets trekken. En sommige mensen beweren dat het ieder jaar zo was. Volgens mij is dat maar één keer gebeurd. En toen schreef Domino Nieuwenhuis in het blad Recht voor Allen. De paarden gingen ervoor vandaan en de ezels gingen ervoor. Het is maar één keer gebeurd volgens mij, maar ja, het kan meer. Nee, wat dat betreft was de Jordaan niet zo revolutionair en communistisch als men dat graag wil voorstellen. Het was echt een oranje, vandaar ook die naam Willemstraat. Vroeger was het Goudvoerkracht en daarvoor was het het Franse pad. Maar naar koning Willem III is dit de Willemstraat genoemd. Met 2 S'en hoor, Willemstraat. Ja, het oranje bondje. Oh, ze zijn hier altijd bezig. Nou, dan staan we hier voor mijn geboortehuis, 184. Zweehoven ben ik geboren in 1916. En als het grappige, ik ben laatst nog op bezoek geweest, daar woont een mevrouw, alleen, terwijl wij er met z'n 10 opgegroeid zijn. En heeft zij genoeg ruimte? Ja, oh nee, zij komt ruimte tekort. We woonden voor en achter. Achter woonde mijn opoe, ja we zijn nog niet oma. En omdat ze achter woonde, hadden we het over opoe achter. Terwijl de andere opoe was opoe Bierhuis, want die had een café. Dus die namen, ja, die bijnamen, die zou ik altijd erg leuk als je die hoort. Er zijn er zoveel, ik kan een hele rij opnoemen. Maar goed, daar heb ik dus gewoond. En als wij dan echt benauwd hebben gewoond, nou, zo erg als aan de overkant, was het toch niet. Want dit waren vroeger de zogenaamde poortwoningen. En er woonden 4 buren op 1 verdieping. Links en rechts, voor en achter. En dan was er 4 lagen. Dus dat waren 16 buren die van 1 trappenhuis gebruik maakten.
Als je nou nagaat, 16 x 2 volwassenen is 32. Gemiddeld 6 kinderen, ben ik nog laag, is 96. Dan kwam hier s'avonds de wagen van Boldoot langs. De wagen van Boldoot? De wagen van Boldoot, dat was de fecaliënwagen, om het nou eens netjes te zeggen. Strontkar, zou je ook aan kunnen zeggen, hoor. Ja, strontkar. Die kwam de emmertjes legen. We moesten al die emmertjes van die 16 buren, en hoeveel waren dat er wel niet? Dat zo'n trappenhuis was vergeven van de stank. Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er vind ik. Aan de voet van die mooie westen heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dikwijls staan te dromen van die mooie en die fijne Jordaan. Ja, kijk, het is, als je dus 5 jaar hier uit Jordaan niet meer woont, na 5 jaar mag je niet meer terugkomen hier. Dat is eenmaal een wettelijke bepaling. En dan komen je woningen leeg. En dan komen onze juppies erin. En dan worden de woningen worden afgebroken. Dan komen er prachtige mooie huizen voor terug. En die worden dan per verdieping verkocht. En dan komen er gewoon Jordaanen, die kennen dan, ik krijg geen kans meer om erin te komen. Ik mag geen mooie gedaanen meer, lamella. Nee. Maar ook met die echte warmte wat de Jordaan heeft. De lamella is niet warm. Nee, natuurlijk niet. Hoe moet het er dan uitzien? Ja, lekker, kante gordijnen. Lekker toch? Lichtjes, schemelampjes. Nou, ik ben zelf ook wel een beetje dat ik van modern hou. Maar dat toch wel een beetje warmte. Ja, niet het ijskoud, het is geen ijsloon. Nee, dat wordt het nu wel. Wel, ja, toch? Of niet? Ja, als je bijvoorbeeld die mooie gesmokte gordijnen hebt, allemaal prachtig. Ja, is dat prachtig. Dat is je ramen lekker glimmend. Sommigen zijn erbij, die doen hun trappen, doen ze helemaal niet meer. Schoon ramenlappen is er niet meer bij. Ik weet nog wel dat ik de trappen vroeger moest wonen bij mijn moeder, dat ik met mijn haarpennetje de hoekjes uit moest halen en de krant op moest leggen. Dat was een oude Jordanees. Mia dirte mami, dimmi che mia tu sei, quando tuo ben mi piace. Een mooi plaatje hier, Johnny Jordaanpa, dit is onze trots, is dat. En dan gaan zij zitten pulken. Dat is een Amsterdamse Turk en een Amsterdamse Surinamer. Kijk, niks tegen die mensen. Maar die willen dan plotseling in een andere buurt, willen die een Johnny Jordaan-rotonde creëren. En op de plek waar hij dan vroeger gewoond heeft. Nou ja, wij, er wordt beweerd, het zijn de slechte jaren van zijn leven. Natuurlijk heb je er ook fijne jaren gehad. Maar ja, de laatste jaren waren niet de fijnste jaren van zijn leven, want hij heeft het erg moeilijk gehad. Nou, ik kwam regelmatig bij Johnny. Ik zei, Johnny, ik zei, we hebben nou een pleintje op de Engels gezegd. En het pleintje heet naar jou. Is hij komen kijken? Hij is komen kijken. Ik zei, dan moet je wel. Hij was natuurlijk wel ziek, want als je moest kijken, moest Ton hem natuurlijk brengen. Want hij zat al in een rolstoel, dus... Dat was wel rot voor Ton. Ja, natuurlijk, tuurlijk. Dus bij zijn leven heb ik het al, het Johnny Jordaanpleintje, en dat weet ik nou bij zijn leven. Want dan gaan ze roepen, ik heb het op zijn sterrenbed verteld. Maar dat heb ik helemaal niet op zijn sterrenbed verteld. Dat heb ik hem verteld, toen was hij nog in orde. Hij was wel ziek, maar bij zijn volle verstand was hij natuurlijk wel. Hij begreep het natuurlijk wel, dat hij met een Jordanees te maken had. Wie het goed met hem voor had. Hoe realistisch is het dat die rotonde er komt? Ik schat de kans er zeer groot in, want we hebben te maken met het stadsdeel Westerpark.
En we hebben een interview gehad, telefonische enquête bij de Stadspolitici. En de overgrote meerderheid die was ervoor om de rotonde naar Johnny te vernoemen. Maar nu, dan krijg je straks de Johnny Jordaan rotonde. Is het wachten dan op de Willy Alberti Allee, op het Mankenelisplan? Ja, waarom niet? Ik bedoel, die hele waarom niet? Die hele oranje kliek die wordt toch ook allemaal vernoemd? Er maakt niemand bezwaar tegen van een Beatrixplein en een Prins Klaus rotonde en een Prins Bernhard plantsoen en een Christina. Het Marco Borsato bosje. Waarom niet? Waar ligt het bezwaar? Waar ik bezwaar tegen maak is de huidige buurt nu, als je het goed bekijkt. De meeste van die, ze staat in de buurt, de meeste van die heren hebben bloed aan hun handen gehad, slavernij. Joden over de kring gejaagd. Dat staat er gewoon. En iemand die een mooi liedje zingt en daar veel mensen plezier mee hebben. Ik bedoel, ook al die staatslieden, wie interesseert dat nou? Al die politici die mogen wel vernoemd worden. En de mensen die echt wat betekenen voor de mensen. Want in feite word je toch allemaal door die politie word je allemaal afgeknepen, laten we wel wezen. En die worden dan wel na 50 jaar trouwdienst, krijgen die wel een plantsoenetje. En de mensen die echt wat betekenen voor de mensen, die worden maar niet vernoemd. Dat is belachelijk. Johnny is eigenlijk onsterfelijk. En zo moeten we dat houden. Daarom zijn we ook zo wild ook dat ze aan ons pleintje komen. Begrijp je wel? Ik bedoel, het zal wel uitgaan als een nachtkaars, maar ik bedoel, op het moment trek je eigen toch wel aan. Ik bedoel, en zo gaat het ook gebeuren ook. Maar je moet je nou eens horen, die zing. De groeten, ja, tussen kerstmis en nieuwjaar. Van de kijk, ook huwelijken gaan. Kijk, die tekst al. Nu kom je terug. Terug, ja. Met nu mee. Oh, heerlijk. Geluk, ja. Tussen kerstmis en nieuwjaar komen wij weer bij elkaar. Zie je wel? Komen wij weer bij elkaar. Tussen kerstmis en nieuwjaar. Hoe die het zingt, man. Je krijgt gewoon je bloed loopt weg als ik die man hoor zingen. Het is ongelooflijk. Ja, ik niet alleen hoor. Ik bedoel, duizenden mensen. Vroeger bijvoorbeeld over Jordaan gesproken, een Johnny Meijer, hè? Die had het ook, en die wist het waarschijnlijk niet eens van zichzelf. Maar Johnny, ik heb altijd gezegd, als Johnny Meijer weet hoe goed hij eigenlijk is, wat hij presteert, dan wordt hij subiet gek, hè? Maar als Johnny Meijer alleen maar een toon laat speelde, dan swingde het al. Over Johnny Meijer gaat, krijg ik altijd de indruk dat hij altijd ondergewaardeerd is gebleven. Ja, nou, dat zie ik niet zo. Nee, Johnny Meijer heeft zichzelf ondergewaardeerd. Hè? Want Johnny Meijer had een grote naam. Bij de collega's natuurlijk. Hè. Ik ben met Johnny naar Engeland geweest. Wij waren het eerste orkest na de oorlog, kort na de oorlog, dat in het eerste buitenlands orkest dat in Engeland mocht optreden. Want u weet, het is heel lang een boycott geweest van Europese orkest of Amerika. De vakbonden. Ja. En het eerste, en we zijn daar op tournee geweest met het orkest van Ted Heath, onder andere. En wij deden dus de ene helft van het programma, Ted Heath de andere helft van het programma. Maar wat hij daar, Johnny Meijer was daar wel de koning. Hè?
jij bent niet meer als toen we kinderen waren. Mijn oude, als dat staat. Kevin, delicaat, delicaat. Waarom? Wanneer jij moet zingen een aria, een opera, en moet komen tot het einde van die opera. Wanneer jij geeft te veel zo beginnen, dan komen niet in die einde, nooit. Probeer. Ik heb het op verzoek van die, onder andere van die meneer, dus Giuseppe, is een hele grote vriend van mij, op aandringen van die, kom eens, we gaan zangles nemen, want hij zegt altijd op Siciliaans, die voortje is fabuloos zo voor jou, die klanken is goed. Ik zeg nou, en dat doe ik het weer. Ik heb ook wel gezongen het Amsterdamse Operakkoor in de jaren 55 bij Beb Ochterop en Willem Loof nog. En nu is het weer zo gekomen, nou het gaat perfect, de lessen gaan goed. Wat wil je ermee? Nou gewoon, ik doe gewoon het pure liefhebberij. Ik wil gewoon zingen, ik wil het gewoon uitdragen. He, ik wil het naar de mensen toe brengen, zoals ik het in mijn programma's doe, bij Radio Noord-Holland, dat is heerlijk om te doen. Het blijkt ook zo, het staat in kranten ook, hij draagt de opera in alle uithoeken, draagt hij het uit. Missionaris? Ja, dat zal ik misschien ja, maar ik vind het heerlijk om te doen. Dal tempio limitar, so resto a buon tuo amor, pure vento ride sosta chi mi barbares amor. Wat is dit voor een man? Tenore lirico, mooie stem, die rol van Nadir. Is goede stem voor Nadir. Maar natuurlijk moet je alles voor de draaien. Ja, misschien keer, ik heb nog helemaal geen studie. Hebben nooit improviseren, improviseren. Is hij nou een Jordanees of is hij nou Italiaan? Ja, in dit moment is het een beetje insalata mista. In dit moment is het een beetje gemisch. Ken niet die woorden, ken niet, die test ken niet zo goed. Dat is... Voor ons allen gelijk. Want kijk naar de hemel, dan zie je het meteen. De zon schijnt voor iedereen. Komt er nou een Johnny Jordaan revival aan? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dan merk je ook aan mensen, je merkt het ook om je heen, je merkt wat er gebeurt. De kranten staan vol van Johnny Jordaan, die discussie over het plein al. Ik denk dat er binnenkort weer een plaat uitkomt, een oude plaat, een single uitkomt. Je merkt het al in de top 40, er zijn heel veel Nederlandse platen op het ogenblik in. Nee, de tijd is er rijp voor natuurlijk. De wedergeboorte van Johnny Jordaan. Nou ja, het merkwaardige, het unieke van Johnny Jordaan is dus dat hij dus eigenlijk al de eerste Nederlandse popzanger is. Het was iemand die gewoon niet bij een radioorkest zong. Maar in café zong, net als zeg maar, de Beatles ook deden in Hamburg, toen dat concours won, als de beste stem van de Jordaan. Toen de volgende dag op de radio werd gedraaid, morgens om 8 uur, en vanaf dat moment was heel Nederland in de band van Johnny Jordaan. Hebben ze een week later een plaat opgenomen van hem. En 2 maanden later waren er 100.000 exemplaren van verkocht. Ik dacht vroeger toen ik een jongetje was, 15 jaar, 16 jaar, dacht ik, ah, denk je dat het normaal is? He, een artiest komt ineens op, denk je, ah, dat is de normaalste zaak van de wereld. En mijn moeder was er hartstikke gek op. Die stond altijd mee te zingen, et cetera. Dus dat was sowieso al, hè. Dacht ik van, hé, moet dat nou? Maar toen later, toen ik met het boek bezig was en ineens bandjes kreeg van Johnny uit die tijd. En ik ook begreep, want ik ben natuurlijk al gek geweest op de Beatles, nog steeds op de Beatles en al die andere muziek. Ik ben gek op eigenlijk alle muziek. Toen hoorde ik voor het eerst eigenlijk in mijn leven hoe ongelooflijk goed die man was. Dat die man niet iets was van, ach, dat is een Nederlander of die komt uit Amsterdam, wat leuk dat we die hebben. Nee, maar gewoon op zijn merites van wat die man zong. Die cultuur uit de Jordaan die hij overbracht, hoe die man dat deed, hoe ongelooflijk goed die man dat kon. Zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan, en net zoals in mijn oude Amsterdam. Wat is er nou over van de Jordaan en de muziek? Nou,
Nog maar heel weinig. Nog maar heel weinig. Er zijn nog wel cafés waar dus levende, als het heet, levende muziek gemaakt wordt. En er zijn nog wel bepaalde mensen die dat goed doen ook. En denk van Mokum bijvoorbeeld en meer van die figuren. Maar dat is toch meer voor de, nou, toerist is misschien een beetje een erg groot woord, maar toch wel voor de bezoekers van de Jordaan, hè, die de Jordaan bezoeken uit een soort curiositeit of toch wel uit gezelligheid, want die cafeetjes, die zijn nog allemaal in een oude doen gebleven. Die stralen toch wel nog een zekere romantiek, een zekere gezelligheid stralen ze uit, hè. En, maar echt zo als het vroeger was, huis, tenminste café, aan café en café met muziek, dat is er niet meer. Ja, waarom is het er niet meer? De Jordaners zijn er niet meer bijna. Die generatie die daar was, die daar heeft gewoond, die is gewoon, dat is een ware volksverhuizing geweest, die is gewoon verplaatst. Die is gewoon verplaatst. De Jordaan ligt nu in Purmerend. Bijvoorbeeld, groot gedeelte, Purmerend en Almere, daar zitten de Jordaners. U zag een reportage van mijn overigens Rotterdamse collega Kees van der Wel. Tot zover televisie. Meer actualiteiten, onder andere aanstaande donderdag in Villaria. En wat televisie betreft, wij zijn er weer volgende week dinsdag. Voor nu dank voor het kijken. Ik wens u een heel plezierig en vooral veilige jaarwisseling. En in elk geval een heel voorspoedig 1995. Graag tot dinsdag. Goedenavond.